I was his mom. It ain't got time to think it over just yet. He finds Wee Nelly rare and cool. Turns out she's got a special surprise for when the water's getting rough. She's gonna need a little help with all that peckers. Trap too many peckers. That is net. King of the roost now. That's net the cuckoos as links tegen haar slaat. The rest of us only wish we'd fly in times like these. I need to see most wanted. That's the new one, huh? Security skiffs keep on coming, starboard side. Don't seem to care what they shoot, long as they hit something. Oh, the water pump, tectonics. That's my aim. Windbags get even better idea. They ain't the smash we've been telling. Tectonics. Get more of one of those gifts like some kind of Ceylonian privateer. Well, it all proves too much for poor Nelly. Welcome through. Can't always effort. She's just gotta make one last stop. In the crush. With her last breath, Nelly gets the kid to solid ground. Solid ground in Pedro country. They want that core real bad. Might be they want it just as bad as a kid. Takes a hard hit, but he ain't finished. The kid shoos him off. Nick took the better space and made a shulker mate name. How many times kid nearly fell off the barge back there? Four times. Now, listen close. You should remember this next part. Helemaal niet juist, het is just awesome. Omdat alles wat je doet, dat zeg maar. Why go to Prosper Bluff? Ik had allemaal zeg maar. Alles wat je doet. Zegt hij zeg maar terug. Ja, precies. Used to take an enterprising man or a plain old fool to venture out that far. Het is zeg maar, Stefan, met Bastion is het zo, alles wat je doet, van naar beneden vallen of doodgaan of iets neerschieten of reloaden of zo, dat wordt allemaal verwerkt in het verhaal. Het wordt gewoon allemaal zo verteld, het is best wel awesome. The city was the most beautiful place in the world, we all knew that. Ik ga hem nog niet opdrukken. Oh, ik moet niet zo leuk. Ja, ongeveer precies. Het is wel één, er zit wel één verhaal, vast verhaal achter, over de Calamity, zeg maar. Het was, zeg maar het einde van de wereld. De wereld helemaal vervallen is, zoals je hier ziet. Maar toch schaap je het zelf, deels. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. And that's why you go to Prosper Bluff, ain't it? Als Bastion een keer in de sales is of zo op Xbox, het is echt waard om hem een keer te halen. Zo'n vet spel. Succes, Meester Arjen. En bedankt voor het kijken. He ain't heard in a long while. Dus. How's it go again? The one. Ik vind dit lied zo awesome, man.
all die flashbacks. Die squirts zijn veel te awesome. Het zijn echt de meest cute beestjes die je een lange tijd gezien hebt in het spel. Wat is dat? Oeh. Oh-oh. Ja. Vraag me af hoe het zou zijn geweest als het Samuel L. Jackson was of zo. Zo'n badass stem. What? De eerste wat ik kan denken is, dude, do I look like a bitch? Do I look like a bitch? Well, no point explaining what happens next, right? Suffice it to say, kid ain't coming home empty-handed. And besides, it's like the song goes. See ya. They'll be here before too long. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? En dan moet ik nog beginnen ook, hè? Het is pas november. Thought he'd see a fellow era again. We become fast friends. Calamity has that effect on people. But there was more to be done. There was one last core to find. A scientific journal written in Zulf's native tongue. He learned so much from it. Too much. If only I'd known half the secrets of the Calamity were tucked away in that book, I'd have worked to translate it right away. 2 seconden. Komt-ie aan. Oh. Bam, daar gaat hij. Ja, het ziet er toch top uit, Rick. Heb je jezelf in elkaar gezet? Top uit, Rick. Oh god, ik hoor mezelf. Snel wegklikken, dat kan niet. Nou, dat is echt super vet, Rick. Je bent een baas. Echt waar. Oh ja, je werkt toch bij een hostingbedrijf of zo? Most of the era never got a taste of Ceylandia's fine goods. Unless they were born and raised in the city like Zia here. Echt super vet, Rick. Serieus. Even kijken. Wat is dit nou, tokens, man? Elke keer komt er een virus naar boven. Oh, dit is iets aan mis binnen. Dat gaat toch allemaal niet? Malware van evil, denk ik, of zo. Fresh. Loose. Even snel googlen wat het precies is. Ik heb gezien om met een virus rond te wandelen. Daar word ik niet vrolijk van.
Je moet je vrolijk van, dat is wat Rob Geus zou zeggen. Vrolijk van. Daar word ik niet vrolijk van. What the hell is Google het gewoon. Geen idee, ik heb het elke keer op mijn afvast kom ik een keer omhoog. Het is echt iets van, kijk hè. Als ze het geblokkeerd hebben, iets dat een URL stuurt, flashloose.cc/lost.dat. Wordt verstuurd vanaf mijn app data. URL malware, zo. Ik denk dat ik zo even via de scan ga doen. Goedendag Oxy. Goedemiddag. Wat gezellig dat je er weer bij bent. Sure, the world's all gone to pieces farther than the eye can see. But leave it to this girl to point out the amazing view. Rick, laat Oxy de website te zien. One time, but the marshals stopped that, didn't they? So many secrets in there and she can't even read it. Her father's own journal. Nou, hoop dat je snel beter productie. Hopen dat onze gezelligheid. Hopen dat onze gezelligheid een oplossing biedt. Lost and found. Oh, wat geweldig. Here kid takes fragments of the old world and makes them whole again. Even kijken. Wat gaan we doen? Gaan we doen. Final warning. Scrap missile, good skill. All it takes is some fragments, and the bastion makes it good as new. Wat hebben we ook weer nodig? Laten we eens even kijken wat we nodig hebben. Nou, ik eerlijk gezegd, Rick, verwacht niet anders. Als je ziet hoe erg het nou al aan het groeien is binnen 2 dagen. We hebben al zoveel. Ja, eigenlijk is het nog klein. Er zijn 65 likes is eigenlijk nog niks. Maar op zich, het is al top. Dit al binnen 2 dagen had ik nooit verwacht. Nooit. Shotgun. We hebben nodig. Stringy en nasty. Stringy en coarse. Okay. 15% damage. The marshals learned to pack those shells full of fire. Precies. Something coarse. Death flash. Something heavy. Oh, die shit updater. Upgrader. Oh. Zolf doesn't touch the thing. Says the god of commotion is no children's toy. The Ura feared the gods. We turned them into toys. Ik vind die Biff echt zo'n awesome beest.